LR Games, welke wij niet. Hoe weet u dat nu? Uit je story mode natuurlijk. We waren gepleegd dat we naar het kasteel toe gingen. Ik zeg even wat geluid we hadden, misschien zien jullie dat niet. Maar ik doe het wel. Ja, ja, momentje, Harlock. Momentje, moment. Dank u. Nee! Zet je? Ja. Duifje, kom op. Hallo, bye. Kom hier. Stop. Kom op. Wat? Kan er. Sta stil. Help je omhoog. Ja, goed. Zet je. Even gewoon rustig doen. No. Ik heb een idee, ik heb een idee. Hier, in terug. Hé, hey. Zo, dat was makkelijk hoor. Nee, die pakken we nog niet. Daar ben ik nog niet gekomen. En jullie hebben misschien al de nieuwe banner gezien op mijn op ons kanaal van Rob de Meij. En hoe vinden jullie dat? Laat het even achter in de reacties. Ik vind het zelf wel heel mooi gelukt. Misschien was ik beter meegegaan met de kapitein. Misschien ook niet hoor. Ik zou het niet doen. Had ik toch maar alleen maar eens zuiden. Ik kan niet omhoog. Nee, ik ga niet op de trap. Oeh. Hoppa, ja. Als je echt zo vaak hebt gespeeld, ken je dit uit met je hoofd. Zeker is, sinds dit allemaal. Bye. Bye. Hallo, Haddock. Hallo, Haddock. Oeps. Gaan we dan zo? Nee. Wat? Non. Potjandooi. Nee. Ik ga de hele tijd. Ik ga de hele tijd verkeerd. Nee, dit keer doe ik het goed. Hoppa, nummer 16 hoor. Brengen en omhoog. Dat ding pakken. Maak je geen zorgen, zie je aan de uitgang. Oké, see you later, alligator. Oh, banana time. Dit gaat lachen worden, jongens. Banana time, banana time. Hey, jij! Yeah. Ben je dat nou? En heb ik niet eens een keer ontdekt. Lekker! Gaan we even door. Wat? Hier ging mijn hoofd gewoon door. We blijven maar glitchen, hè? Zo, en dan? Hop! Nee. Zo. Maar dat gaat toch echt pijn aan je handen doen? Hop! Wow! Niet naar beneden kijken! Voilà! Hop! Verkeerde kant! Lekker slim van me! Dat is niet eerlijk! Hey jij! Verstoppen heeft geen zin! Blijf bij je! Ja hoor, ja hoor, dat ging lekker. Gaan we hier wel omhoog? Alles is oké! Ja, bij mij ook! Behalve dat ik ding nu in val. Nu is toch. Wauw, moet je kijken, die schaduw is ook lekker goed hoor. Kijk dan! Woep! Hij loopt gewoon daar. Echt lekker hoor. Goed gedaan hoor. Dat klinkt als de kapitein. Daar is hij.
Maar zijn stem is zo raar. Dat is de papegaai. Woe! Zo. Oeps. Kijk eens. Zo. Hallo. Zo. Nee, kijk. Hallo. Bye. Dat is niet eerlijk. Kijk, ik ben een papegaai. En ik klap jou. Woep. Zo. Dat ging wel. Oh, dit is ook leuk. Ah, nee. Ik had daar een keer een glitch. Toen bleef ik daar staan. Echt geweldig glitch was dat. De voorouders van die papegaai hebben vast leren praten van de voorouders van de kapitein. Joh, dat was het nog niet eens. Ik heb het nog niet eens bedacht. Raak hem! Raak! Duivel! Raak! Oké. Kijk, daar is een kistje. Oh, dat wist ik nog niet eens. Eigenlijk wel. Oh, nog zes! Wacht, Waar heb je ooit? Woep! Even lekker vettassen. Hoppa! Dat ging makkelijk. Zo. Wow. Ik pak dat ik... Nee. Oh, nee. Zo. Nee, rotkrawallen. Zijn er kwalgeesten? Ook een sterke kwalgeest? Wauw, zie je? Kijk eens even kijken. Waar wachten ze dan op? Nou, die was niet zo slim. Zo. Hoppa, nog 50 gram. Oh, dikke skills. Kapitein, bent u daar? Alles is in orde. Kom hierheen. Wat? Hier zo. Dit klopt. Deze game klopt echt niet. Waar heb je ooit? Deze game klopt gewoon niet. Er zitten zoveel fouten in. Zo. Boeia. Yeah. Ouch. Rotspijkers. We gaan niet spijken in de kop slaan. Hij zijn grondgebied moest verdedigen. Wat ik aan mijn hoofd doe natuurlijk. Hé, hey, papagaaitje, wil je niet meer leven? Ellen! Duivel! Zo. Sapristi! Nee, vogeltje! Hij is weg! Oh ja, mooi. De kapitein moet in de buurt zijn. Kapitein? Kapitein! Hé, hey, als je Ellen hoort, wat denk je dan? Ja, natuurlijk. Want is hij zeker gepakt. Kapitein! Hey, kapitein! Even wachten. Pizza! Zo. Oké, hoe deden we dit? Oh ja, ik weet het. Hop. Ja. Hoppa, kijk eens aan. Nummer 22 toch? Yep. Kijk, dit is toch appeltje eitje. Ook al heb ik geen ei. En het was gisteren eerst paasdag. Ach, ja, het is twee paasdag. Dus appeltje eitje, kan ik nog steeds zeggen. Hop. Wat in hemelsnaam? Vervloekte vogel. Hop. Zo. Die zien we nooit meer terug. Okay. Halt! Hallo! Bye! Wat een lange schreeuw was dat.
Waarom kon dit geen verlaten eiland zijn? Het was wel, maar toen kwamen opeens die hofmannetjes van Ellen. Hier hebben we nummer 23, hoor. Mijn dokter zegt dat ik code moet vermijden. En hoppa, zie, kijk je dan. Wat was dat? Hallo, bye. Kijk, je moet met alles wat kunnen, hè. Ja, dat kan ik. Wat? Is die ballen dan nog al hier? Nee! Oh! Zo lucky! Zo erg lucky! Wat? Hé. Mooi zo. Kapitein! Roep als je me kunt horen! Hé! Wat zie ik daar nou weer? Alweer een schaduw! Dit klopt weer niet, want de platform is weer geen schaduw! Echt jongen, op deze game klopt echt niks! Die wind buldert al net zo hard als de kapitein! Oh nee! Kijk, denk ik ook op de schaduw, eindelijk. Nee, dat niet. Nee! En bij de wind ga je omhoog. En dan roep je ook even wat aan, want het is een rot wind. Ik zal nooit weten wat ik met deze perkamenten moet zonder de hulp van de kapitein. Oh. Ik moet hem vinden. Maar ik vraag me nu af, heb ik nu wel alle krabben die hier horen of niet? Ik denk het trouwens niet. Zo jongen, we treffen elkaar weer. Wat een genoegen. Wat? Nee. Zo, bye. Dit gevecht win ik. Dag drie. Woep. Ah. Oh shit. Woep. Wat ben jij toch een koppig klein marmel. Zo, hier omhoog. Zo. Waar is de kapitein? Ben je de oude kwijt? Maak niet uit. Laten we dit samen oplossen. Als het dat goed komt. Is deze inspanning niet waard? Dat zal ik al beslissen. Nee, niet weer het geweer. Niet weer het geweer. En naar beneden. Hier kan hij met de flessen niet pakken. Ah, je kan me lekker niet pakken. Nee! Dat meen je niet! Geef jezelf over, Alan. En wat anders? Ga je dan de politie roepen? Hallo! De kontje staat op hand. Hallo! Blijf staan, stop aan! Al buiten adem, ouwe! Dit was te makkelijk! Denk aan de kok als een meneertje. Kapitein, alles goed? Alles is goed. Dank je, kuifje. Help me, als je wilt. Laten we mijn voorvader gaan zoeken. Gaan zoeken? Hij is al lang dood! Ben je dat vergeten of zo? Hij is al lang dood. Wauw, wat lopen ze hier al lekker. Zeker gewoon op. Ik wil er een video, dus ik ga even wat eten. Ik heb wel wat lekkers bij me, dus. Voor de opnames. Stil. Hoezo dat kan?
zit hij nou hier? Zichzelf zeker. Wat, hij lijkt er wel op. Nee, wacht, het is een tweelingbroer. De eenhoorn. 1000 bommen. Die kruisjes. Ik heb geen 1000 bommen bij me. Ik heb alleen chocola. Zin. Want van het licht komt het licht. Een mooie pauze gaan door, hè? Het licht. Het daglicht. Deze muziek komt me bekend voor. Jullie ook? Mm-hmm. Kom op. Ik pak mijn spullen bij. En ja hoor, we gaan weer! Je was toch ook in het begin, dat stukje. Laat ik pas neer! Boeien! Zeeluis! Watermatrozen! Kom op dan! Dit is een journaliste! Bloedzeggers! Dictatoriale, wormstekige diplodocus! Kom op, vinden jullie dan niet dat hij alleen is? Alleen? Nee, nee, neem mij in! Ze kon hem nu al lang pakken, wat een dom hoor, zijn ze. Zit hier wat anders? Kijk, deze zijn al wat slimmer, maar toch? Kijk, want je kan ze niet samen, dat is een twee dingen. Kijk, let op, neem die dit. Zo en poe. Zo is het genoeg, Haddock. We maken er een einde aan. Hij heeft gevochten tot het einde. Hebben ze hem gedood? Nee. Gelukkig niet. Kijk me goed aan, hond. Ik ben Scharlakenrakam. Aangenaam. En ik ben Ritter François Haddock. Dankzij jou is mijn schip aan het zinken. Daarom neem ik het jouwe. Mijn mannen zijn onze buit aan het overladen. Kijk. Ben je naar me toegekomen om het dat te vertellen? Nee, niet daarom. Maar om je te zeggen dat wie mij tegenwerkt zwaar zal boeten. Morgen, bij zonsopkomst, lever ik je uit aan mijn mannen. En die schaapjes weten hoe ze iemand langzaam dood moeten maken. Bij het eerste licht is alles voor mij. Morgen is nog een heel eind week, Rakan. Apen. Zie je jullie toch ook? Er zitten wel veel puntjes meer in. Wacht maar af, schaapjes van mij. Hebben ze hem niet gefouilleerd of zo? Oh nee, wacht. Ze waren dus weg. Maar hoe komt hij dan weer aan een zwaard? Er zijn zoveel mogelijkheden. Alleen ze hebben er niet verteld wat. Vergeef me mijn geliefde eenhoorn. Scharftige hond, wat is je bedoeling?
Dus je wilt ons allemaal de lucht inblazen, hè? Ja, de halve Jo. Jo geeft je open van kop tot teen. Oerang, oerang! Het heeft geen zin om je te verzetten. Echt, jongen, hij is echt een watje. Dat zie je zo. Hij heeft superveel mannen. En omdat ik ben alleen en hij gaat gewoon met veel meer mensen. Ja, dit is de baas. Wat is die oude geit in de bal? Oh, 3-1! Oh, deze ben ik. Hoe moet je die doen? Echt, zo is lijkt het dan wel. You like it? No! Snel is jij! Je hebt een schoofdier! Je wilt je eenhoorn maar niet opgeven, hè, Adok? Yep. Maar het schip heeft jou al lang opgegeven. Zeg maar zeer verdacht, hè? Deze ben ik redden! Bye-bye. Een skip verlaat nimmer zijn kapitein. Is de sleutel. Wauw. Want van het licht komt het licht. Kijk. Gossie, Mickey. Want ik ben Mickey Mouse. Maar Anthony Towers is in het spel 5 hoofdstukken. Zeg ik dat goed? Ja. Nee. 6. 1000 bommen! Dat zijn coördinaten, lengtegraad en breedtegraad. De plek waar de schat van de eenhoorn ligt. We moeten dit eiland verlaten, en snel. Kom op! Zet je. Ja, u, kapitein. Oké. Gaan we. Woe! We gaan van het eiland. We gaan van het eiland. Wat is het eilandje daar? Ellende aardwormen! Meen je dat nou? Zit had ik alweer opgesloten. Uit en ook weer opgesloten. Maak dat je wegkomt. Dit lijkt met einde, maatje. Nog niet, Alan. Wie trekt er nu aan het langste eind, hè? Ben je dichtbij? Een beetje dichtbij, dan was dood. Hey! Ofwel stuur ik Haddock naar de bodem van de oceaan. Spitsboef! Pithecanthropus! Tijd om te beslissen, jongen. De perkamenten of hij sterft. Jij bent het ergste soort schurk. Een dief zonder enig eergevoel. Ik ken hem erger, hoor. Laat kapitein gaan. Dit is je grote moment, Tom. Ja, ik zeg het in de vorm dat hij een Tom heet. Stel de mensen apen! Help! Ik ben aan het zinken! Zinken! Kijk er, haast je Tom! Ja, niet zo jagen, kapitein.
kapitein. Kom eraan, hou vol. En we hebben hem geraakt, hoor. Heb je de perkamenten terug? Nee. Je hebt ze laten gaan? Ellen is ondertussen al lang weg. We zijn alles kwijt. Meen je dat nu serieus? Hadden we die coördinaten van de perkamenten maar opgeschreven? Huh? Bedoel je 51 graden, 18 minuten, 21 seconden noord, 3 graden... 31, 21. Ja. Je zegt het. Wauw. Ik ben kapitein Haddock. Ik zie het niet meer. En ook ik heb de 7 zeeën bevaren. De coördinaten wijzen naar een locatie ergens op het vasteland. Volgens mij naar België. 2 mijl ten noordoosten van Brussel. Morensloot! Let op je taal. Waar het eerste perkament is gevonden. Dat is waar ze heen gaan. Dan is dat ook ons... Wacht even, hoe komt die nou aan het zwaard? Ah ja, kapitein. Ze hebben weer iemand erin te fouilleren. Los de trommel. En dan is er van dezelfde trekker. Die begint ook te fouilleren. Smash dan op het duimpje omhoog. En dan is er nog één ding wat ik moet zeggen. En dan...